Welkom allemaal bij deze nieuwe video en vandaag gaan we weer Warzone solo spelen. Doe vast een blauw duimpje omhoog, geef zeker niet te abonneren op ons kanaal. Ja, sorry dat ik het dan gewoon zo direct zeg. Maar meer heb ik gewoon eigenlijk niet te vertellen. We gaan lekker droppen waar we allemaal willen droppen. En ik wil in Living Quarters droppen, dus dan wil de rest dat ook. Ja, ja gewoon wat een redenering. Ja, joh. Laat gewoon lekker het potje induiken en ik zie jullie zo weer. Ik weet niet waar alle teammaatjes zijn, maar op zich... Hè? Ik heb hier een location gemarkt, maar nou, iedereen denkt van, joh, zoek het lekker uit. Oh, kijk, daar is wel een ander teammaatje. Helemaal top. Helemaal fijn. Want dan ben ik tenminste niet helemaal alleen. Dan moet ik even kijken of dat andere teammaatje ook daadwerkelijk wat kan. Maar dat is het tweede. Dat is het tweede. Huppa. Weer die XMV. Gast. Hoe vaak heb ik dat ding nou vandaag al gevonden? Dat is echt niet normaal. Ahaha. Hallo. Wat is dit voor een scope dan? Ik denk dat ik zomaar eens even een loadoutje ga kopen. Voor een team die niet bij me is. Ze willen hem allemaal neerslaan, hè. Het is echt gewoon alsof het grappig is. Maar het is het gewoon totaal niet. Echt minder dan grappig zelfs nog. Oeh, jammer. Oké, ik denk niet dat vandaag sniper mijn beste kwaliteit is. Ook niet elke dag, maar het zou fijn zijn, hè. Alles toch een beetje meewerkt. Friendly loadout drop on the way. Oké. Hebben ze het hier overleefd? Of hoe zit dat? Ik weet het niet zeker. Ja, daar heb je er een. Down. Kill is confirmed. Well. Shots here. Hier maar nog meer mensen. Oh ja, en als ik iemand van neer staan, lukt het niet, hè? Nee, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Ja. Nee, ja, weet je. Als ik iemand van neer slaan, dan nee. Gast. Dit is toch echt gewoon. Zo niet normaal. Maar oké, oké. Is prima, is prima. Ja, waar zijn we dood gegaan? Daar. Oké. Is niet heel gunstig. Oké, maar hoe hard ben jij geklaard met de Renetti? Even, laten we het daar even over hebben. Dan ben je heel grof gepakt. Maar, wat ik al zeg, laten we het daar vooral niet over hebben. Ja. Meestal zeg je, ik zoek het hoger op, maar dit keer ga ik het even lager opzoeken, want... Ja! Of course. Sustaining fire. Hostile operator. Oké. Okay. Wat ik nu ga doen. Ik ga even een rustig plekje opzoeken met een scav. Zoals dit, zeg maar. Als we dit überhaupt nog overleven. Ga ik opnieuw weer een loadout kopen? Nou, of ik pak deze. Wat ga ik doen? Hier is er ook nog een. Ik ga voor de loadout.
Neem aan dat daar geen mensen zijn. Anders redeploy ik wel weer. Ik heb wel 5 kills. Dat gaat aardig. Hier leggen we nog wat kogels. Misschien een ammo boxje. Ja. Dit. Echt maar, hoe groot is de kans dat er iemand zit? FCRS, hoe groot? Zit hij daar met zijn LMG, hoor? Jeetje, Mina. Gemount ook. Ja, toch. Dit is leuk. Ja, man. Laten we daar gewoon lekker gaan zitten. De LMG. Nee. Zullen we deze loadout aan maar pakken? Hier, nee. Hier. Ik pak het toch wel hier. Als daar al nou weer iemand dood is. Enemy UAV overhead. Hè, vooruit. Hoppa. Oké. Hoe gaan we in godsnaam kogels krijgen en weer een beetje reloaded worden? Want. In their sight. Dat is nou zeg maar wel de zaak. Die we moeten gaan behandelen. Wordt er niet smart? Boven voetstap. Ja. Frag out. Frag out. Taking shots here. Okay. Lekker dit. Voor nu. Ik ga niet te veel zeggen. We zijn binnen een paar seconden weer dood. Let maar op. Oké, die gast moet geredeployed worden. Ik hoop dat ze dat snappen. Al helpt u dan ook. Oké, als we hier doodgaan, gaan we met z'n tweeën. Marking aid station location. Enemy dropping to the AR. Buy station. Understood. Okay. Voor nu een vrije oversteek. Gas is closing. Get to the new safe zone. Losing ground. We should make for the safe zone. Zit hier voor nu goed? Inbound. Wow, er zitten heel veel mensen in de safe zone. They didn't stand a chance. Ja, we hebben hem gewonnen. We hebben hem gewonnen. Ja, lekker man. Zo, ze zaten met z'n allen in de safe zone. Het is dat ik geen replay mode kan zien, maar ze zaten met z'n allen in de safe zone. Ik weet niet of je het op de minimap zag. Maar als ik het niet vergeet, zoom ik er nog even op in. Laat ik de controlback zien. Recon's inbound. Maar... we staan allemaal in de safe zone, met z'n allen. Zo, ja, dat hadden ze helemaal niet goed voor elkaar. Dat was echt rip voor ze. Lekker man. Echt wel, hoeveel kills had ik? Volgens mij een stuk of 7 of zo. 7 kills. Als het niet minder was hoor. Nee, en ik bedoel echt als het niet meer was. Niet als het niet meer was. Ik bedoel echt als het niet minder was. Want ik weet niet zeker. Maar ik ben echt wel echt de hele tijd dood gegaan ook. Kijken. Hoeveel XP hebben we? Daar gaan we mee beginnen natuurlijk. 600 XP. 8 kills. Zo, ik dacht 7. Maar we hebben nog 8 gepakt. Dat is heel ziek. Ja, dat is gewoon het enige wat ik kan zeggen. Ik ga jullie erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video een tof? Doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet ik zeker niet te abonneren op ons kanaal. Ja, weer een win. Het gaat gewoon echt lekker. De laatste tijd. Dus yes. Jongens, tot de volgende video. En later.